Waar is de hond eigenlijk? Ja, op de bank. De ster van de show is... Nelson. Zo. Zo. Deze meneer. Het is wat. Wat ik me afvroeg eigenlijk is... hoe zo iemand als jij nou in ons vak bent terechtgekomen? Ja, dat vraag ik me ook al. Ja. Want je hebt ook filosofie gestudeerd. Deed je dat eigenlijk eerst? Ik heb filosofie naast geneeskunde ook gedaan, bachelor. Ja. En toen ik ben afgestudeerd voor geneeskunde, ben ik daarna met de master filosofie begonnen. Ja, en werkte je toen ook al als arts? Of? Ik heb dat een half jaar gedaan en toen ben ik begonnen met werken in het verpleeghuis. Part-time, 3 dagen in de week. En daarnaast heb ik mijn scriptie voor filosofie afgeschreven. Ja. Dus dat was eigenlijk een mooie combinatie. Hoor. Ja, want zag je raakvlakken eigenlijk tussen je studie filosofie op dat moment en je werk in het verpleeghuis? Nou ja, ik heb bij de ethiek mijn scriptie gedaan en daar kwalitatief onderzoek gedaan naar eigenlijk kwetsbaarheid en autonomie bij ouderen. Ja. En dat ging over een studie naar healthy aging. Okay. Dus dus dat zeker raakvlak met het werk. Ja. 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 Is dat ook wat het specialisme ouderengeneeskunde jou aanspreekt? Dat er een filosofisch aspect in het werk zit? Nou, ik vind dat wel een van de belangrijke dingen. Dat in het ziekenhuis, ik heb geriatrie als afstudeerstage gedaan. Mm-hmm. En dan ben je heel erg bezig met het begrijpen van wat er staat aan de hand en diagnosticeren. En dat is heel interessant. Hè? Als dokter kan dat heel interessant zijn. Ja. Maar ik dacht dan vaak van, nou, maar dan begint het eigenlijk pas op het moment dat we mensen van de afdeling sturen of naar het verpleeghuis sturen. Of naar huis natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dan het in kaart brengen van de problemen is stap 1. Ja, maar dan hoe je er verder mee leeft en wat dan, wat goed leven is. En dat je wat meer kijkt dan naar de hele mens kijkt. In plaats van naar een klein stukje van wat belangrijk voor iemand is en voor iemand in zijn leven. Ja. In de studie was er weinig aandacht voor. Ja. Dus je hebt ik heb ook helemaal niks van het specialisme ouderengeneeskunde. Nee, ik. Nee. Een filmpje op YouTube zag ik in die tijd. Maar dat was zo stoffig dat ik, dat ik wel wist dat ik dat nooit zou doen. Ja, precies. Ja. 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 En toch zijn we hier terechtgekomen. Ja, onbekend maakt onbemind. Dat is dat is was wel het echt zeker. Waar. Ja. Ja, dus dat. Want hoe was je zo in het verpleeghuis terechtgekomen als basisarts toen nog? Ja, ik zocht wel echt een baan voor part-time, voor een paar dagen in de week. En mm-hmm. Dat is in het ziekenhuis natuurlijk meestal wat minder vanzelfsprekend, zeker als je begint. Het was ook wel voor mij, want ik dacht, nou, ik moet nu beginnen met werken, anders dan durf ik straks niet meer. Oh, ja. Want het is ook wel heel spannend, als het je eerste baan is als arts. Ja. Ik kan me nog herinneren, dat is doei spannend. Ja. Dus ik dacht, de drempel wordt alleen maar groter hoe langer ik in mijn heerlijke filosofiebubbel blijf zitten. Ja. Hoe straks begin ik gewoon niet meer. Dat was exposure voor jezelf. Ja. Ja. Ik ben niet het ziekenhuis uitgegaan omdat ik het allemaal niet kan of niet snap. Maar ik, ik kan het tempo prima aan, maar ik dacht, ik wil wat meer en wat anders. Ja. Ik denk wel dat steeds meer nu jonge mensen bewust kiezen voor het vak. En dat die met een andere energie aan het werk beginnen dan dat misschien 20 of 30 jaar geleden zo was. Ja. En waar het toch huisartsen waren die al een tijd gewerkt hadden en die daarna bijvoorbeeld in het verpleeghuis kwamen. Of andere mensen met een andere vooropleiding bedoel ik. Ja. Ook iets oud-internisten bijvoorbeeld. He, en dan, die waren al een beetje uitgeblust. Dan start je met een andere energie en niet met de drive of de noodzaak die je ziet om dingen te veranderen of om dingen misschien. Maar dat is wel heel, tenminste, dat is ook wel mijn ervaring. Hè? Dat je de laatste jaren de AIOS'en, dat die een stuk jonger zijn geworden. Ja, dat die eigenlijk al zeker. Eerder voor het vak zijn gaan kiezen. Ja. En dat die enthousiast zijn ook voor het vak. Ja, ik denk dat als ik de AIOS om me heen kijk, dan.
hebben de meeste mensen zijn, nou ja, net als ik, begin 30 of jonger op het moment dat ze met de opleiding beginnen. Ja. Ja, wat wil ik eigenlijk nog weten? Van... Nou ja, ik heb verteld wat mij zo in het vak getrokken heeft. Mm-hmm. Maar ik heb het van jou eigenlijk nog nooit gehoord. Nee, ik ben er eigenlijk een beetje per toeval ingerold. Ja. Ja, en ik zit er nog steeds wel vaak over na te denken. Van wat is dat nou geweest eigenlijk? Hè? Wat, kijk, het is heel simpel. Ik was overspannen geraakt aan het einde van mijn boodschappen. En toen kwam ik thuis te zitten. En ik wist van ik moet zo snel mogelijk weer aan de slag. Hè, om, ik was net afgestudeerd, dus ik had mijn diploma. Ja. Ik vond het natuurlijk wel heel eng om weer aan de slag te gaan. Ik had een zelfvertrouwen van niks op dat moment. En ik zocht naar vacatures en ik had wel een vacature langs zien komen voor onderzoeker op de oogheelkunde. Nou, dat was echt iets wat mij totaal niet aansprak. Dus daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Ja. En toen uiteindelijk zag ik een vacature langskomen part-time voor, ik dacht, 12 uur per week of zo. Dus heel erg part-time. Ja. In een verpleeghuis. Ja. En ik dacht, ja, dit moet ik gewoon doen. Dit is mijn manier om weer te reïntegreren, hè, om weer aan het werk te raken. Ja. Ik wilde op dat moment eigenlijk psychiater worden. Een beetje cru misschien, want ik was zelf overspannen. Maar ik wilde al heel lang psychiater worden, al jaren. En ik dacht, psychiatrie is zo'n psychisch vak. Hè? Ik ben zo met de psyche bezig. Mijn ervaring in de psychiatrie was ook wel dat psychiaters de somatiek soms een beetje dreigen te verliezen. En dus ik dacht van, ook al wil ik psychiater worden, dan nog is het verpleeghuis een mooie plek om te beginnen. Ja, precies. Juist de combinatie van psychiatrie en somatiek. Ja, dat. Hè? Je krijgt er zeker met psychiatrie te maken. Maar ook de somatiek is heel nuttig, ook in de psychiatrie, als je daarin verder zou willen. Ja. En het is natuurlijk een heel breed vak. Ja. Je wordt er echt een all-round dokter van als je ervaring hebt in het verpleeghuis. Tenminste, dat is hoe ik erop terugkijk. Toen vond ik dus een vacature in het noorden van het land bij een groot verpleeghuis. Daar ben ik gaan werken. En ja, dat beviel zo goed dat ik daar jaren ben blijven hangen eigenlijk. Ik heb er uiteindelijk 3,5 jaar gewerkt. Dat was een heel groot verpleeghuis met heel veel bijzondere doelgroepen, dus dat was ook heel leuk. Ik had interesse voor psychiatrie en ik kreeg ook de kans om daar de afdeling gerontopsychiatrie onder mijn hoede te nemen. Ja. Dus ik kon me daar helemaal uitleven. Dat was, uitleven, dat klinkt oneerbiedig, hè, want het was niet dat ik onvoorzichtig met de patiënten omsprong, in tegendeel. Maar ik kon wel mijn hart ophalen, want ik kon daar echt doen wat ik leuk vond. En collega's die zagen dat en die op een gegeven moment zeiden ze tegen me van ja joh, je bent gek als je nog verder gaat zoeken, want dit is gewoon je ding, weet je, je bent op je plek, dat is te zien. En toen dacht ik, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ja. Het specialisme oudere geneeskunde, de breedheid ervan, hè, dat het zo generalistisch is, dat is iets wat me heel erg aanspreekt en dat het zo pragmatisch is. Niet altijd bij iedereen alles uit de kast. Ik heb wel heel veel kinderen geboren zien worden tijdens mijn boodschappen. Ja. Ik heb eigenlijk heel weinig mensen zien doodgaan. Eigenlijk helemaal niemand. Ja. En ik vroeg me af waar dat dan gebeurde. Als dat dan niet bij de dokters gebeurde waar ik boodschappen liep, waar dan wel? Ja. En waar ik heel erg bang voor was eigenlijk toen ik in het verpleeghuis ging werken, was dat dat dan een soort sterfhuis zou zijn. Ja. Er kwam een beeld wat heerst. Ja, waar ik echt bang voor was. Want het leek me wel heel leuk, dat generalistische werk. En het werken met ouderen leek me heel erg leuk, maar ik had er echt geen trek in dat ik om de havenklap bij stervensgevallen aanwezig zou zijn. Dat leek me zo naar, zoveel verdriet en bovendien, ik was zelf net overspannen geweest, dus ik had zelf ook helemaal geen behoefte aan negatieve emoties, die had ik op dat moment genoeg. Nee. En dat is heel erg meegevallen, want ik heb het helemaal op geen enkel moment heb ik het ervaren als een sterfhuis eigenlijk. Integendeel, ik denk ook, dat is misschien ook wel het mooie, dat als mensen zo kwetsbaar zijn als de mensen in het verpleeghuis, als ze al een belangrijk deel van hun leven achter zich hebben, dan zijn mensen zo goed in staat om te relativeren. En zo goed in staat om van hele kleine dingen nog te genieten. Dus
ik vind eigenlijk dat er in het verpleeghuis veel meer aandacht is voor de mooie dingen in het leven. En voor humor van alle dag eigenlijk. Hè? De hele kleine alledaagse dingetjes. Dat is ook wat je als arts kan brengen, denk ik. Je kan ook een beetje humor brengen. In de situatie, hè, waar geruststelling en relativering. Yeah. Wanneer dat mogelijk is natuurlijk. Yeah. Maar zeker, hè, je kan heel veel luchtigheid met je meebrengen in een verpleeghuis. Daar is heel veel behoefte aan. Yeah. Maar er is ook vanuit het verpleeghuis zelf, vanuit die ouderen zelf, de bewoners zelf, is er al heel veel luchtigheid. Er wordt vreselijk gelachen en dat had ik niet verwacht. maar ik denk oprecht dat er geen enkel ander vak is binnen de geneeskunde waarin zoveel gelachen wordt. Nee, je kunt je persoon of jezelf wel meenemen naar het werk. Je mag veel van jezelf laten zien en je kunt ook wel veel van jezelf inzetten op een bepaalde manier. Ja, dat is handig als je veel van jezelf hebt. Ook. Ja. Dat je niet daarmee om die arm hoeft te lopen. Nee, maar je hoeft geen masker op te zetten, bedoel ik. Je hoeft niet op het moment dat je een keer een mindere dag hebt, dan kun je dat ook zeggen en delen. En dan is dat ook oké. Okay. Ja. En ik denk dat in het ziekenhuis, tenminste toen ik daar tijdens co-schappen, tijdens de studie, maar ook later als artsassistent, rondliep, dat daar minder aandacht of minder ruimte voor was om jezelf te laten zien. Ja, ik denk ook dat je eigen persoonlijkheid, dat een van de instrumenten is, hè, in de ouderengeneeskunde, van waarmee je mensen, patiënten tegemoet treedt. Ja. En dat het onderdeel kan zijn ook van een behandeling. Dat je inspeelt op het humeur van mensen, vanzelfsprekend. Maar dat je mensen ook persoonlijk kan bijstaan vanuit je eigen ervaringen. En dat zag ik in het ziekenhuis veel minder. Ik heb recentelijk nog een stage gedaan in het ziekenhuis. Maar in het ziekenhuis is mijn ervaring dat het werk toch meer geprotocoleerd is. Dat je zelf als artsassistent ook toch meer gezien wordt als de zoveelste. De specialisten die zeggen, hoe was je naam ook alweer? Want je bent de zoveelste. En dat heb ik in het verpleeghuis nooit meegemaakt. Nee. Dat vond ik het leuk toen ik als basisarts begon. Dat ik gelijk merkte dat ik veel ruimte had om mijn eigen dag in te richten. Om te bepalen van wat is belangrijk, waar neem ik de tijd voor? Ga ik een keer wat langer zitten bij iemand aan het bed? En die ruimte is er vaak om toch best wel je stempel te drukken op hoe jij denkt dat je goede zorg kan leveren. Ja.